Hoi, in dit filmpje zal ik drie voorbeelden geven van manieren waarop je stelselsvergelijkingen kan oplossen. Nog even een stukje herhaling. Wat is een stelselvergelijking? We zijn die in het vorige filmpje lineaire vergelijkingen met twee variabelen voor het eerst tegengekomen. Als je een stelsel wil oplossen, bijvoorbeeld 3x plus y is 15 en x plus y is 7, dan kun je dat stelsel op twee manieren opschrijven, met een accolade of met een n-teken. En de oplossing van zo'n stelsel is het getallenpaar xy. En dat was in dit geval het paar 4, 3. En dat is het punt eigenlijk wat zowel op de ene als op de andere lijn ligt. Om nog even te checken. Voor een x van 4 krijg ik hier 3 keer 4. En een y van 3 blijkt er te gelden 12 plus 3 is 15. Volgens mij heb ik mail. Maar goed, dat is niet zo interessant voor jullie. 15 is 15, dus dit getallenpaar voldoet aan deze lijn. En even kijken of die aan deze lijn voldoet. 4 plus 3 is 7. Hij voldoet ook aan deze lijn. Dus een oplossing van een stelsel is gewoon een getallenpaar wat zowel aan de ene als aan de andere vergelijking voldoet. En in dit geval was dat het snijpunt van deze twee lijnen. Nou, ik ga drie voorbeelden geven, zoals ik al zei, om een stelsel op te lossen. Dit stelsel moet je bekend voorkomen, want dat is die van de vorige bladzijde en het vorige filmpje. Als je dit stelsel wil oplossen, dan doe je dat door het keurig onder elkaar te schrijven. En eens even te bedenken, ik heb hier een y en daar een y. En als ik dit stelsel nou van elkaar afhaal, dan valt die y weg. 3x, daar kan ik x van afhalen, hou ik 2x over. Y, als ik daar y van afhaal, hou ik niks over. En als ik van 15 7 afhaal, hou ik 8 over. En ik heb nu mijn y eigenlijk geëlimineerd, weggewerkt. Nou, als 2x 8 is, dan weet ik dat x 4 moet zijn. En vervolgens ga ik deze regel gebruiken om die x is 4 in te vullen. En dan krijg ik 4 plus y is 7. En weet ik meteen dat y 3 had moeten zijn. En ik heb mijn getallenpaar 4,3 gevonden. Volgende voorbeeld. Zal het je vast nog wat duidelijker gaan worden? In dit voorbeeld heeft het niet zoveel zin om de ene vergelijking van de ander af te halen. Want dan elimineren we niks. Want 3x min min 3x, dat wordt natuurlijk 3x plus 3x is 6x. En dan valt er niks weg. Dus we gaan nu niet de stelsels van elkaar afhalen, maar juist bij elkaar optellen. 3x plus min 3x wordt 0, dan elimineer ik dus x. En 4y plus min y is 3y. En 10 plus het getal min 1 is 9. 3y is 9, oftewel y is 3. Kies weer één van de twee vergelijkingen om de x uit te rekenen. Nou, we kiezen nu maar even voor deze. 3x plus 4 keer de y, en de y was 3, is 10. 3x plus 12 is 10. 3x is min 2. X is min 2 derde. Het getallenpaar is min 2 derde, 3. Gaan we naar het laatste voorbeeld. In dit voorbeeld, ik heb hem twee keer opgeschreven, want ik zal twee manieren vertellen om hem uit te leggen. In dit voorbeeld heeft optellen en aftrekken van deze vergelijkingen niet zoveel zin, want er wordt niks geëlimineerd. Maar wat we kunnen doen, is de vergelijking gaan vermenigvuldigen met een getal. Deze vergelijking laat ik staan, die doe ik eigenlijk keer 1. En deze vergelijking maak ik 4 keer zo groot en kijk maar eens wat er dan gebeurt. Ik neem het stelsel over. Die eerste vergelijking heb ik gewoon laten staan. 2x plus 8y is 5. En deze vergelijking maak ik 4 keer zo groot. Dan krijg ik 12x min 8y is 16. Op dat moment kan ik de stelsels bij elkaar optellen, want dan wordt y geëlimineerd. 2x plus 12x is 14x. 8i min 8i is 0 en 5 plus 16 is 21. En voor de x hou ik 21 veertiende over. En als ik alles deel door 7 hou ik 3 tweede over, oftewel 1,5.
Ik pak weer een vergelijking om de y te gaan uitrekenen. Ik ga de x invullen in het sterretje. 2 keer 1/2 plus 8y is 5. 3 plus 8y is 5. 8y is 2. Y is 2/8, oftewel een vierde. En de oplossing is dus 1/2, 1/4. De keuzes die je maakt, die zijn aan jou. Kies voor het handigst. Hoe vaker je oefent, hoe beter het gaat. Ik had ook best kunnen zeggen, ik ga deze hele vergelijking 3 keer zo groot maken. En deze 2 keer zo groot. Dan gebeurt er namelijk het volgende. 3 keer 2x is 6x. 3 keer 8y is 24y. En 3 keer 5 is 15. En deze vergelijking maak ik 2 keer zo groot. 6x min 4y is 8. Op dat moment kan ik de stelsels van elkaar afhalen en valt de x weg. En ik hou over 24y min min 4y. Dat wordt dus 24y plus 4y is 28y. En 15 min 8 is 7. En y wordt dan 7/28. En als ik dat deel door 7, teller en noemer, hou ik 1/4 over. Dat moment pak ik 1 van beide vergelijkingen om de x uit te rekenen. En dan krijg ik 3 keer x min 2 keer 1/4 is 4. Oftewel 3x min 1/2 is 4. 3x is 4,5. 4,5. En x wordt dan 4,5. En dat is ook wel 9/2 gedeeld door 3. Oftewel 9/2 keer 1/3 is 9/6. En dat is de 1/2 die we net ook al hadden gevonden. Dus ook met deze manier van oplossen kom ik op een x van 1/2 en een y van 1/4. Het oplossen van stelselsvergelijkingen vraagt dus veel oefening en ook een beetje kunst. Succes ermee!